Nu gaan we echt beginnen. Ik wil jullie vragen om je mobiel of browser te openen en naar menti.com te gaan. En de code staat in beeld. Dat is 8846658. De code blijft straks ook in beeld bij de vragen. De eerste vraag die ik jullie ga stellen is een beetje een opwarmertje. Welke Trusted Identity diensten van SURF gebruik je op dit moment? Je mag er meerdere kiezen. Je hoeft niks te selecteren. Ik ben benieuwd. Kijk, de eerste komen al binnen. Veel gebruik SURF Connect. Kan ook bijna niet anders, want alle instellingen zijn op SURF Connect aangesloten. Toch ook al wat Eduardie Gast toegang. En zelfs al het SURF Research Access Management. Nou, dat is leuk om te zien. Er zijn al instellingen die nu ook meedoen of hebben meegedaan aan de pilot en die straks de dienst echt gaan gebruiken. En toch ook wel aardig wat SURF Security instellingen. Nou, een mooi resultaat. En 25 deelnemers die deze vraag hebben beantwoord. Kijk, er komen er zelfs nog meer bij. Dus nu gaan we naar de ideeën. Jullie ideeën over SURF Connect, SURF Security, maar ook andere dingen die we besproken hebben. Dus denk aan EduID of SURF Research Access Management, maar ook innovatieve ideeën, waar Esther het bijvoorbeeld over had. Ik begin even om het af te bakenen met SURF Connect. Eigenlijk is het in tweeën gedeeld. Eerst jullie ideeën over SURF Connect en dat mag van alles zijn. Dus ook bijvoorbeeld diensten die je wil aangesloten wil hebben, meer informatie, documentatie. En het tweede gedeelte is wat breder, dus dan kan je ook innovatieve ideeën, maar ook bijvoorbeeld voor onderzoekers, voor onderwijs specifiek. Dus, maar we gaan eerst even naar jullie ideeën waar het gaat om SURF Connect. Ja, wat moeten we verbeteren of toevoegen? Dus denk even na en vul je ideeën in. Als het kan zal ik ook nog op wat ideeën ingaan. En verras ons eigenlijk. En kijk ook wat binnen jouw instelling waar echt behoefte aan is, waarvan je merkt van de markt kan het niet leveren. Of de markt levert het, maar wij als instelling willen dat bijvoorbeeld niet gebruiken. We zijn heel erg nieuwsgierig wat jullie hierover te zeggen hebben. Dus denk breed, van documentatie tot support, tot ondersteuning. Maar ook mag ook heel technisch zijn. Meer inzicht. Kijk, de eerste komt binnen. SURF Connect ook toegankelijk maken voor externen, zoals ouders en praktijkopleiders. Hele goede, waar best een pittig onderwerp is, een taai onderwerp. Daar werk je eigenlijk al best wel tijd aan. We denken wel dat met EduID, wat toch wat breder gericht is, dat we daar meer mee kunnen doen, ook naar externen. Dus heel goed om ook weer te zien dat dit nog steeds leeft. En dat we hier naar moeten kijken. Deprovisioning, interessant, ja. Ja, je ziet dat deprovisioning in federatieve context, zoals SURF Connect, best wel lastig is. Dus wat je vaak deprovisioning met iemand geeft een seintje en gooi je de gebruiker weg bij al die diensten waar die gebruiker wordt is ingelogd, is best wel lastig. Maar we hebben wel wat ideeën en ook best practices waar instellingen naar kunnen kijken. En ja, dienstontwikkeling, dat zou mogelijk ook een optie kunnen. Pseudonymisering self-service, ook heel interessant. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik ben wel benieuwd wat iemand daar precies mee zou willen. Meer samen doen met Kennisnet, MBO. Nou, dat is ook heel interessant. We praten zeer regelmatig met Kennisnet. Die hebben natuurlijk ook een eigen federatie voor PO, VO en MBO. Maar we merken ook, doordat die functionaliteiten uit elkaar lopen, bijvoorbeeld SURF Connect heeft OpenID Connect en in de Kennisnet federatie niet, dat soms best lastig is voor instellingen. Dus daar zijn we met hun in gesprek om te kijken hoe we dat dichter bij elkaar kunnen krijgen. Ik ga nog niet zeggen dat we één federatie gaan doen, maar wel dat de verschillen in ieder geval binnen groot worden. Kijk, je hebt provisioning met Skim. Ja, die pakken we wel vaak samen met deprovisioning. Zeker als je het als nieuwe dienst zou willen doen, dan ga je het eigenlijk samen doen. Maar dat betekent dus wel dat we live contact moeten hebben eigenlijk met die instelling. En Skim is een mooi protocol. Toen we er ooit naar keken, een aantal jaar geleden, was dat nog niet volwassen genoeg. Maar ik denk dat dat ook wel weer een stuk verder is.
Ja, en community opbouwen. Ja, ik pak er gewoon af en toe wat uit wat ik er voorbij zie komen. Ja, ja, daar willen we echt mee aan de slag. We merken ook, wij hebben heel veel kennis over SurfConnect, over EduID, Israël, maar de kennis zeg maar, binnen de instelling wat lokaal gebeurt, is bij ons ook wel beperkt. Daar weten jullie eigenlijk veel meer van. Hoe mooi zou het zijn als jullie elkaar kunnen helpen. Nou, volgens mij zijn al heel veel mooie dingen binnengekomen. We gaan het zeker bundelen en aangeven wat we gaan maar ermee doen. Korte termijn, lange termijn. En het is ook zo, soms doen we ook dingen niet. Nou, dan zullen we dat ook aangeven. Ik ga naar de volgende vraag. Zijn er nog andere dingen die we moeten doen? Ja, de tijd gaat best wel snel. We hebben nog wel eventjes, zie ik. Dus zijn er nog andere dingen op het gebied van trust and identity, toegang, onderzoekers, machine to machine, noem het maar op. Misschien ben je geïnspireerd geraakt vandaag door de praatjes van Esther en Peter. En heb je nieuwe frisse ideeën bedacht van hey, dat zouden we eigenlijk eens moeten doen voor onze onderwijs en onderzoek in Nederland. Dus ik ben benieuwd wat voor ideeën jullie hebben. Wij hebben natuurlijk ook heel veel goede ideeën. Vaak worden die ook wel ingegeven door trends die we zien, maar ook internationaal. We werken heel veel internationaal samen. Daar komen ook goede ideeën, ook uit andere landen waar ze werken met onderwijs en onderzoek. Dus daar trekken we ook wel samen op. Koppelen met ECK-ID, nummervoorziening. Ja, interessant. Ja, wat misschien allemaal leuk is, ja. Ik praat gewoon door als ik iets interessants zie. Het is al mogelijk om het ECK-ID als attribuut door te geven via SurfConnect. Dus als er vooral mbo-instellingen zijn die dat willen doen, neem contact met ons op. Als je dat ECK-ID via de Identity Provider aan ons geeft, dan kunnen wij dat doorgeven aan een Service Provider. Uiteraard binnen de mogelijkheden en de regels van het ECK-ID. Maar we kunnen daar al best wel veel. SurfConnect is attribuutprovider voor educatieve attributen. Ja, ik zit even te denken wat we precies daar bedoelen. Binnen SurfConnect kan je al attributen aanleveren. Je zou bijna kunnen zeggen dat SurfConnect wel een soort attribuutprovider is. Waarbij je bijvoorbeeld ook kan kiezen om één attribuut door te geven aan een service provider of via SAML of via OpenID Connect. Dus als iemand daar meer over wil vertellen wat het idee is, dan hoor ik dat graag. Betrouwbaarheid van identiteit verbinden aan EduBadge. Ja, dat is ook een hele goeie. Peter heeft al iets verteld over EduID. En eigenlijk is dat een heel, in de basis heel onbetrouwbare identiteit. En die willen we eigenlijk verhogen. Dus wat we bijvoorbeeld doen is een koppeling met de instellingsidentiteit, maar je zou dat misschien nog wel hoger willen hebben. En dan kom je toch gauw bij bijvoorbeeld misschien wel DigiD of BankID, maar die zijn weer niet zomaar te gebruiken. Dus dat zijn hele interessante vraagstukken waar we naar moeten kijken. En ook in combinatie met EduBadge vind ik een hele goeie. Want ook als zo'n EduBadge, nu zitten we in de pilotfase en de dienst is in productie, maar wat is nou de waarde van die EduBadge? En als dat veel waarde gaat krijgen, wil je ook die koppeling met een betrouwbare identiteit gewoon heel goed geregeld hebben. Laagdrempelige tweede factor voor studenten. Ook een veelgehoorde vraag voor SurfSecurity. Staat op de roadmap, maar we zitten daar soms ook een beetje als Surf in een soort dilemma van gaan we ons dan echt richten op die betrouwbare identiteiten waar SurfSecurity voor staat? Of gaan we het heel breed doen? En dus ook die laagdrempelige tweede factor. Dus dat is iets waar we komend jaar heel serieus naar gaan kijken. Technisch kunnen we het natuurlijk implementeren, maar het heeft ook wel te maken met wat is de positionering van die dienst? Wat is de waarde van de dienst? Het laatste wat we willen is eigenlijk 1-op-1 bouwen wat de markt dan biedt. Dus we willen echt iets toevoegen voor hoger onderwijs. Heel goed om te weten dat die vraag speelt. En als instelling ook heel concreet ons laten weten, wij zijn die instelling en we hebben dit nodig, want dan gaan we SurfSecurity uitrollen over onze studenten. Dan is dat voor ons in ieder geval wel een punt om daar echt aan te werken, als het heel concreet wordt. Nou, volgens mij hebben we hier de punten besproken. Dan ga ik naar de volgende slide.
Ja, dat is een hele interessante slide. Die heb ik eigenlijk tussen gezet om ook een beetje aan te geven dat onze tijd ook wel beperkt is. We zijn met een best een groot team. Maar naast dat we gewoon diensten draaien die we zelf ontwikkelen en support leveren met leveranciers, hebben we heel veel gesprekken. En daarnaast doen we ook innovatieve nieuwe diensten zoals EduWD en Surf Research Experiment. Onze tijd is beperkt. Dus ik gewoon dus een beetje om een idee te krijgen van nou, hoe zouden jullie onze tijd nou verdelen? Deze Mentimeter vraag werkt als volgt. Je hebt 100 punten te verdelen. Door op plus 10 of min 10 te drukken kan je even snel wat punten toevoegen. Ja, hoe zou jij die 100 punten verdelen als je over onze tijd ging? Dus ik ben benieuwd hoe jullie dat zien. En ik kan me voorstellen dat er ook wat verschillen zijn tussen de verschillende instellingen. Het is voor ons ook wel spannend. Nou, ik ga niet zeggen dat we deze verhouding aan gaan houden volgend jaar, maar het is wel iets om rekening mee te houden. Ook omdat de tijd beperkt is. Interessant. Ja, nu is iets anders is natuurlijk lastig, maar dat mag je altijd in de chat even achterlaten als je iets anders hebt gekozen, wat je dan waaraan we dan moeten besteden. Dan kunnen we dat ook meenemen. EduID, toegang voor onderzoekers. Het is een spannende strijd. Ja, SurfConnect nog betrouwbaarder en veiliger staat wat lager. Nou, ik interpreteer dat uiteraard als een compliment. Maar dat is iets waar we altijd aan werken. Dus zelfs als jullie die op 0% zetten, dan dat gaat niet gebeuren. We besteden altijd een groot deel aan onze tijd om dat te doen. Eduard, die toegang voor onderzoekers. Nou, interessant om ook te zien dat die eigenlijk gelijk opgaan. Ik weet natuurlijk niet wie er allemaal precies ingelogd zijn. Maar ook wel mooi om te zien dat niet één iets heel erg uitspringt. Maar juist de strategie die wij als SURF hanteren door eigenlijk heel breed bezig te zijn met Trust and Identity, dat jullie ook wel aanspreekt. Nou, ik ga in ieder geval ook de uitslagen meenemen en delen met het team. Ik heb nog één vraag. De laatste vraag. We zijn ook bijna klaar met deze sessie. En dat is eigenlijk, over welke onderwerpen zou je nou met ons verder willen praten? En daar hint ik ook wel, wat ik een aantal keer heb genoemd, van ja, we zouden best wel een community willen hebben of een mailinglijst. Wat voor onderwerpen vinden jullie interessant? Juist doordat we zo breed zijn, het gaat om beleid, het gaat om onderwijs, onderzoek, maar ook het hele technische aspect van Identity and Access Management maakt het soms wat lastig om dit op te starten. Dus als we weten van waar zit nou die behoefte, dan kunnen we kijken van ja, kunnen we met één community aan de slag of moeten we meerdere workshops of onderwerpen gaan inplannen. Dus dit geeft ons een beetje een beeld van hoe kunnen we dit lekker opstarten. Kijk, interessant. Ja, nieuwe technologieën en diensten, dus eigenlijk dat innovatieve. Willen jullie graag bij betrokken worden, veilig inloggen. MFA, logging, autorisaties. Ik zie dat ook wel echt als een community onderwerp, waar SURF natuurlijk input levert, maar waar jullie volgens mij elkaar ook heel veel te vertellen hebben. Want we zijn instelling daar al heel ver mee zijn, met multifactor authenticatie, context-based, technische onderwerpen, API, protocollen, identifiers. Identifiers is ook waar we veel vragen over krijgen. Waar wij altijd waren van, nou, je moet een identifier hebben, misschien zoals UID of misschien een persistent identifier, zie je dat de grote cloudpartijen heel erg naar mail gaan. Nou, dat strookt niet helemaal lekker, dus ik kan me voorstellen dat dat ook een heel interessant onderwerp is om met elkaar verder over te praten. Nou, volgens mij hebben we een hele mooie set aan balletjes. Overal is wat, dus volgens mij moeten we hier gewoon mee aan de slag. Voor mij is de tijd bijna op. Ik weet niet of er nog vragen zijn binnengekomen. Ja, er is één vraag binnengekomen. Wat wordt er eigenlijk inhoudelijk bedoeld met de integratie van SurfConnect met IAM-systemen? Kun je daar heel kort iets over zeggen? Ja, inhoudelijk betekent niet dat wij echt in die software van de IDP iets gaan maken. Maar het is echt van hoe kan je het naast elkaar inzetten? Dus integratie is misschien niet in de technische zin. Maar meer bijvoorbeeld, ik denk dat SurfSecurity, ik rol voor mijn studenten Microsoft MFA uit. En ook Microsoft MFA voor medewerkers. En ik wil dan een hogere betrouwbaarheid. Nou, dan kan ik zo'n MFA-token, bijvoorbeeld een SurfSecurity, gaan gebruiken. Waarmee ik dus ook hogere betrouwbaarheid identiteit krijg.
Dat denk je het een beetje op die manier moet zien, van hoe werkt het naast elkaar en niet echt in elkaar. Nou, volgens mij is de tijd om. Dus jullie kunnen allemaal weer naar de hoofdpagina. En van daaruit kan je weer naar de plenaire sessie, daar komt de quiz. Nou, altijd heel erg leuk. Ik ben benieuwd of jullie goed opgelet hebben vandaag en de afgelopen jaren. We gaan alle input verzamelen en bespreken met het team. En hopelijk kunnen we jullie er heel veel van terug laten zien. Bedankt!